Angela Jong, jij schreef nu de Meilandjes sorry hebben gezegd. Kunnen we weer negeren waar de boycott echt om draait? Waar draait de boycott echt om? Dat het in Nederland steeds lastiger is om gewoon te zeggen wat je denkt. En daar hebben we de VI-rel van gehad. Daar hebben we pas het voorbeeld van gehad van de spotprint die over K ging. Waar opeens D66 op zijn achterste benen staat. En nu dit weer. De vrijheid van meningsuiting staat echt onder druk. Maar wat zie jij dan gebeuren nu? Nou ja, neem de uitspraak waar het allemaal om gaat. Het gaat over boerka's en het gaat over het feit dat Erika Meiland... over wie hebben we het? Hè? We hebben het niet over de minister-president. We hebben het niet over een politicus. We hebben het over een realityster op SBS. Nee. Een van de slechtst bekeken zenders van Nederland. Die heeft het er dus over dat ze een vrouw in een boerka op een pinguïn vindt lijken. Wat was er gebeurd op het moment dat ze had gezegd... dat ze een non op een pinguïn vond lijken? Of dat ze de dames in Staphorst in hun zwarte rokken en zwarte kousen op een pinguïn vond kijken. Denk jij dat we dan ook zo? Nee. Rel hadden gehad? Maar wat